Nick Vossenbelt is bij Willem II bezig aan een sterk seizoen. De middenvelder is een vaste kracht en scoorde tot nu toe 3 keer. Willem II nam hem in 2010 als 18-jarig talent over van FC Zwolle. Daar maakte hij indruk door in zijn eerste seizoen een basisplaats af te dwingen en 3 keer te scoren. Komend weekend gaat hij met Willem II op bezoek bij zijn oude club. Ja, het is hartstikke leuk als je tegen je oude club speelt. En dat is ook nog een hele belangrijke wedstrijd, dus je kijkt er wel naar uit. Ja, vorig jaar ben je natuurlijk ook al terug geweest. Hoe was de ontvangst toen? Ja, leuk. Je ziet allemaal oude mensen die je kent. Onbekende gezichten, dus hartstikke leuk om die weer even terug te zien. Ja, hoe keek jij terug op jouw periode daar, zeg maar, dat je debuut in de betaalde voetbal hebt gemaakt? Ja, met een heel goed gevoel. Ik heb daar 3 jaar in de jeugd gespeeld. Eigenlijk begonnen en 1 jaar in het eerste elftal. En toen hebben we een tweede, maar ik kijk met heel goed gevoel terug op die periode. Als je kijkt naar jouw seizoen tot nu toe, alles gespeeld. 3 doelpunten belangrijk voor de ploeg. Die basisplek heb je vast al het hele seizoen. Hoe is dat voor jou om te zien om ook, zeg maar, die stap te maken naar dat het in de Eredivisie ook gaat, net als vorig jaar in de Jupiler League? Ja, dat is wel belangrijk. Het is wel mooi natuurlijk. Ja, natuurlijk, ik weet dat dit jaar wat moeilijk zou worden, omdat we in de Eredivisie zouden spelen vanuit de Jupiler League komen. Maar we hebben een team dat wil vechten en daar pas ik denk wel tussen. En ja, 3 doelpunten misschien wat meer kunnen zijn. Maar ik hoop dat ik nog meer kan maken deze belangrijke wedstrijden. En op dat punt ben ik wel redelijk tevreden. PEC Zwolle verrast dit seizoen in de Eredivisie. De promovendus speelt al vanaf de eerste wedstrijd aanvallend voetbal. En dat levert inmiddels ook punten op. Onder meer PSV en Feyenoord werden verslagen. En eerder dit seizoen won Zwolle in Tilburg. Het zal dus niet makkelijk worden. Het zal een lastige wedstrijd worden omdat we op kunst gaan spelen. En bij Heracles hebben we met 4-1 verloren. En Zwolle wil ook graag een spel maken. En die kunnen ook goed positiespel spelen. Dus het zal een lastige wedstrijd worden, maar daar zijn we niet kansloos. Dan de komende periode van na Zwolle, zeg maar. Dan krijg je VVV en NAC. Dat zijn de wedstrijden waarin het moet gebeuren. Ja, klopt. Deze maand maart zijn de belangrijkste wedstrijden. Dan kunnen we zien waar we staan. En dat zijn hele belangrijke wedstrijden inderdaad. Ja, waar gaat dat naar leiden voor jouw gevoel? Nou, niet naar degradatie. Nee, we gaan ervoor om van die laatste plek af te komen. En we hebben met z'n allen, de club, de supporters, het bestuur, allemaal vertrouwen in dat het gaat gebeuren.